De gemeenten Schiedam en Albrandswaard gaan niet mee betalen aan het project van de OV-survianten in de metro. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Eertmans aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het nieuwe college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA heeft extra geld vrijgemaakt om uiteindelijk alle metro's te voorzien van toezichthouders. In de brief laat Eertmans weten dat met de komst van de metro op de Hoekse Lijn in 2016 er opnieuw gesprekken gevoerd zullen worden met de buurgemeenten.